Avond allemaal, welkom bij dit nieuwe Facebook Live concert vanuit de schitterende Augustijnenkerk van Dordrecht. Vanavond hebben we een heel bijzonder programma, een hele bijzondere gast, gasten zelfs. En dan gaan we zo horen wie dat zijn. Dat weten jullie natuurlijk al, maar we doen dat natuurlijk een beetje officieel. En dat gaat Peter voor jullie vertellen. Goedenavond allemaal. Vanavond staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Eigenlijk hadden we vanavond een concert in de Lauwerskerk van Rotterdam gehad met het Groot Bevrijdingskoor. Maar helaas, door het corona kan dat niet doorgaan. Dus fijn dat we hier vanavond kunnen zijn. En we hebben dus als bijzondere gast meneer Van der Staaij van de SGP. Misschien kunt u eventjes hier naar voren komen. Zeker. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Fijn dat u hier wilt zijn en dat u een... speech zal houden over 75 jaar bevrijding. Ja, het is natuurlijk een bijzonder jaar ook. 75 jaar. Maar je gaf het al aan. Het is allemaal wel onder hele bijzondere omstandigheden dat we het deze keer vieren. Ja. Erbij stilstaan. Ja, inderdaad. Ja. In de politiek is het ook wel anders zeker nu? Of... Ja, totaal anders. Ja. Als je kijkt naar allerlei werkbezoeken die afgelegd zouden worden. Naar allerlei debatten die zouden plaatsvinden. Die zijn heel veel dus vervallen. En eigenlijk zijn het op dit moment nog vooral de corona-gerelateerde onderwerpen, debatten die doorgang vinden. Hè? Dus de briefings over hoe zit het met de mondkapjes en hoe gaat het met de testen. De debatten over de steunpakketten, over de zorg. Ja, dat is eigenlijk waar het nu vooral over gaat. Spannende tijd. Sure. Absoluut, ja. Nou, fijn dat u er bent. Ik stel voor dat we overschakelen naar ons muziekprogramma. Prima. Joost, jij wil vast wat zeggen over het eerste nummer. Ja, natuurlijk wil ik dat. We gaan zo meteen beginnen met een blokje van 3 stukken. En we beginnen zo meteen met het schitterende gedeelte uit de Moldau. En dat komt van een HJK-lid, hè? En jij hebt, ik geloof, er was een verhaal bij, geloof ik. Wat, dat is van Maya Houtenkamer uit Arnhem-Muiden. Ze zeggen in Zeeland RMU, geloof ik. RMU, ja. Yeah. Jij komt er vandaan, hè? Nou, mijn vader. Ja, die heeft een zwager verloren en aan een hartstilstand. En ze schrijft, afgelopen donderdag hebben begraven. De tekst van de rouwdienst was Lucas 12, gij dan zijt ook bereid. In dat bijbelgedeelte gaat het over de koninklijke bruiloft. Toen dacht ik aan het lied, is uw lamp wel brandend, is het olievat gevuld. Thema uit de Moldau, lied uit de bundel HJK 10. Dit lied is mijn verzoeknummer. Nou, gaan we heel spelen. Erg mooi. Dan gaan we spelen. Daarna spelen we Vleugels. Een speciaal verzoek van Deborah Hogeveen. En daarna Psalm 107 op verzoek van Kees Stam. Er staat achter Cantilena, dus dat moet zijn Werkendam. Ja, Kees Stam is de voorzitter van mijn jongerenkoor Cantilena. En die willen graag dit nummer horen, want dat zingen ze graag. En ze missen het zingen ook. Dan gaan we daarmee starten. Veel luister- en kijkplezier. Thank you.
Dat waren de eerste drie schitterende stukken. We gaan op dit moment verder met Peter, volgens mij aan het orgel. Jij gaat naar het schitterende Maisschalkerweerd orgel, wat net is gerestaureerd volgens mij, hè? Ja, en het is een beetje Frans romantische orgel. Dus op dat orgel hebben we de muziek een beetje afgestemd. We beginnen met de toccata van Boelman. Dat past precies in de stijl van dit orgel natuurlijk. En van ons. Yes. Ik loop alvast aan het orgel. Daarna spelen we samen het prachtige lied O God, die droeg ons voorgeslacht. En dat is aangevraagd door Aart de Jong. En Aart die zingt bij mij op een koor. En Aart die zeker in deze tijd, een lastige tijd, zeker ook, ik heb je vanmiddag nog gesproken met je vader. Vanuit deze schitterende kerk wensen wij ook zeker jou en je vrouw en alle familieleden van je heel veel sterkte in deze tijd. En met heel veel plezier willen we dit voor jou spelen. En daarna gaan we naar Psalm 146. En dat is op verzoek van Lucas van Middelkoop. Dat zal waarschijnlijk een koorlid van Peter zijn. Want daar weet ik niet zoveel over te vertellen. Maar we gaan snel aan de slag. Eerst de toccata. O God, die droeg ons voorgeslacht. En Psalm 146. Thank you.
Nou, dat was een schitterende bewerking van Peter zelf. Het is een beetje lastig spelen. Althans, lastig spelen. Moet ook niet zielig gaan doen, maar het is een behoorlijke afstand. En we hebben natuurlijk weer schitterend geluid van Chris Slager. Alleen normaal met een opname, dan hebben we bijvoorbeeld een koptelefoon op, waardoor we het geluid heel goed kunnen horen. En dat hebben we nu niet. Dat zou een beetje bijzonder uitzien als we hier beneden met een koptelefoon zouden spelen. Nou, zoals jullie rechtsboven in het... ik moet deze hand gebruiken, want dat is tegenovergestelde. Zien jullie staan dat connect.nl weer alles live uitzendt. Dus ik zou zeggen, stuur het ook zeker naar familieleden door. Want die mensen hebben fantastische middelen om te helpen met beeld en Chris met geluid. Nou, we gaan er iemand bij halen. En Peter, daar kun jij misschien wel iets over vertellen. Want je gaat heel snel achter het keyboard zitten. Maar ik vind dat Peter altijd hartstikke goed mensen kan aankondigen. Dus ik denk, ja, laat Peter maar doen. Er is een mooie oranje stropdas erbij vandaag. Dat ben ik vergeten. Maar jij bent de ster in presenteren. Nou, helemaal niet. Ik kan hier in je schaduw staan. Nou. Deze oranje stropdas, die staat het teken van de bevrijding natuurlijk. En schoenen, maar ja, dat zien ze niet. Deze heb ik ooit wel eens van de SGP gehad. Nee. Ja, dat hebben we gezongen met een zogenaamd SGP-koor. Oh, de stropdas. Ik dacht de schoenen. Ja. Ik dacht nee, dat je schoenen van de SGP kreeg. Ik wil zeggen, die zijn ook mooi, hè? Ja, die zijn schitterend, ja. Oké, okay. We gaan iemand aankondigen. Een speciale gast hebben we er altijd bij. Ja. De ene keer een harp. Maar vanavond hebben we zang erbij. Dat is Lydia Maas uit Ierseke. Misschien kan je even naar voren komen, Lydia. Goedenavond allemaal. Hallo. Heel fijn dat ik mee mag doen. Heel mooi in deze kerk. En zeker in de tijd van corona denk ik dat er behoefte is aan op deze manier toch van samen zijn. Wat ga je zingen, Lydia? Ik ga zingen Blijf bij mij, Heer. En The Holy City. Dus... Ja, ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Thank you.
Dat was heel erg mooi. Lydia, hartelijk bedankt. Ik sta nu op het programma dat meneer Van der Staaij het een en ander zal spreken nu. En ik geef u de microfoon. Ik hou wel anderhalve meter afstand natuurlijk, want dat is wel belangrijk in deze tijd. Ik las pas in het RD, dacht ik, dat er in uw tijd de SGP zo gegroeid is. Heb je dat ook gelezen of niet? Ik heb het niet direct gelezen, maar het klopt dat we inderdaad in stemmen gelukkig wel vooruit zijn gegaan in de loop van de tijd. Ja, ja. En wat is het geheim daarvan? Bent u dat? Zeker niet. Nee. Okay. Het is altijd weer zo dat je met elkaar, iedereen zijn eigen rol daarin heeft om ook het geluid zo goed mogelijk naar voren te brengen. Ja. En je ziet elke keer is het politieke landschap natuurlijk ook weer bijgesteld, veranderd. Ook kleinere partijen kunnen er makkelijk toe doen dan in het verleden soms het geval was met een paar grote partijen die de dienst uitmaakten. En dat zie je ook wel terug, dat er ook op een andere manier naar kleinere partijen wordt gekeken dan in het verleden. Ja, ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik, toen wij ooit eens die flesmop hadden gedaan in de Tweede Kamer, dat ik zo'n vergadering mocht bijwonen op dinsdag. Het viel me op dat het heel indrukwekkend vond dat. Jullie lezen een stukje uit de Bijbel, doen een gebed. Je leest de stelling uit een bepaald boek en dan ga je over nadenken. Er wordt ook echt, wat dat betreft, bij het woord stilgestaan. Ja, nee, dat is inderdaad, vinden we altijd een heel waardevol onderdeel ook van je fractievergadering. Om met het woord van God te beginnen en daar ook even met elkaar het gesprek over te hebben. Ja. Dat absoluut heel verrijkend ook. Ja. Oké, nou veel succes met Dank. De lezing. Ja, 75 jaar bevrijding. Voor heel velen van u thuis, die dit nu aan het volgen bent, zal gelden, net als voor mij, dat je het eigenlijk vooral van verhalen moet hebben als het gaat om de oorlog. Van gedichten. Van wat anderen vertelden over die tijd. En je ziet dat nu steeds meer mensen wegvallen die het zelf meegemaakt hebben. Gedichten, ik noemde het al. Dat zijn vaak ook hele bijzondere verwoordingen die in weinig woorden heel veel kunnen zeggen. En ik wil vanavond dan ook deze korte overdenking richten op een heel bekend, heel mooi gedicht, vind ik persoonlijk, over de oorlogstijd van Ida Gerhardt. Ze is in 1997 overleden. En ik weet nog goed hoe ik thuis met dat gedicht in aanraking kwam. Het stond namelijk in het schriftje wat mijn moeder had met mooie gedichten, of gedichten die ze op de middelbare school had geleerd op de MULO nog destijds. En een van die gedichten ging dus inderdaad over de oorlog en was van de hand van Ida Gerhardt. Het is getiteld Het Carillon en ik wil het u graag voordragen. Ik denk dat velen het wel zullen kennen. Het gaat over, laat ik dat nog van zeggen, over de ervaringen van iemand die waarschijnlijk zal het kampen geweest zijn waar Ida Gerhardt in die tijd woonde in de oorlog, over straat ging en ineens die klanken hoorde vanuit het carillon. En ze vertelt daar het een en ander over. Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bajadier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichter sprankelingen. Wij slaan het oog tot u omhoog. En een tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter
bitter lief gehad. Oorlogsjaar 1941. Ida Gerhard heeft hier op een hele bijzondere manier verwoord hoe oorlog eruit ziet. De mensen op de straat in armoe met een grauw gezicht. Maar ook spreekt zij over het geschonden land. Want geschonden, dat was het. Door Nazi-Duitsland. Die ons land knechtte. Die mensen rechteloos maakte. Die om God nog mensen gaven. Die de Joden massaal de vernietiging in hebben gestuurd. Ongelooflijk. Woorden schieten tekort om dat leed en om die angst, die onzekerheid, die dreiging waar mensen mee te maken hadden, te verwoorden. Dat is ook de somberheid die uit dit gedicht verwoord, die in dit gedicht verwoord wordt. Maar toch, er zijn ook al de lichtere sprankelingen. Want wat speelt dat carillon? Wat die ik-figuur, die persoon die daar door die straten loopt, ineens hoort tussen die naamloze anderen die daar lopen? Wat klinkt daar uit dat carillon? Wij slaan het oog tot u omhoog. Herkent u het? Het zijn de woorden uit het lied O Heer die daar des hemels tenten spreidt. Uit de bundel van Valerius Gedenklank van 1626. In de strijd tegen Spanje. In de tijd van de 80-jarige oorlog. In de strijd om God te kunnen dienen naar zijn woord. In de strijd om de vrijheid. Wij slaan het oog tot u omhoog. Die tot alles stond op elk moment verlossen kan van angst en nood. Die zelfs kan uithelpen in nood en dood. Dat is wat Valerius zong. En het is niet voor niets dat midden in die oorlogstijd ineens die bundel van Valerius ook weer opnieuw gedrukt werd, opnieuw uitgegeven werd. En het was niet voor niets dat ook midden in die grauwe, donkere oorlogstijd die woorden uit dat carillon naar voren kwamen. Die hoop op God. Dat oog omhoog. Dat uitzicht op bevrijding al midden in die donkere duisternis van die Tweede Wereldoorlog. Nooit lief gehad. Zo bitter voelde het wat ontnomen was. Die vrijheid. En beste mensen, misschien juist nu met 75 jaar bevrijding in deze bijzondere omstandigheden, dat we ook nu hier in een lege kerk muziceren, spreken, beseffen we een klein beetje meer, ook al hebben we die oorlog zelf niet meegemaakt, wat oorlog kan inhouden. Als je ineens al die dingen die je zo vanzelfsprekend deed, niet meer kan doen. Als je niet meer zomaar op bezoek kan, zelfs niet bij je meest dierbare in dat verpleeghuis, omdat het te gevaarlijk is. Als je niet meer naar je werk kan. Als je niet meer naar de kerk kan om het aangezicht van God te zoeken. Ik hoorde een oude man zeggen, zelfs in de oorlog heb ik dat nog niet op die manier meegemaakt. Wat een pijn. En wat een verdriet schuilt daar ook achter. En wat denkt u van die vrouw van in de 90 die zei, blijf zoveel mogelijk thuis. Dat doet mij weer denken aan de oorlog. Toen kon je ook niet zomaar vrij bewegen. Vrijheid, inderdaad. Misschien besef je het meeste hoe lief het je is, hoe belangrijk het is als het je ontnomen wordt. Als het ineens niet meer vanzelfsprekend is. Bevrijding. God zij dank. Kwam die er na die donkere oorlogsjaren? En werd Nederland bevrijd? En konden we de vrijheid weer gaan ervaren? Bij een indrukwekkende dankdienst na de bevrijding preekte de theoloog Miskotte over Psalm 92. Die misschien bij u thuis morgenochtend ook wel weer gelezen wordt. Dat psalm, lied op de Sabbatdag.
En hij haalde daar de tekst aan. Dat Gods vijanden vergaan. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. En Miskotte zei, we zien het nu voor onze ogen gebeuren. En hij ging er ook op in, maar mag je dat wel zeggen? Mag je dat wel zeggen, dat onze vijanden, dat dat ook Gods vijanden zijn? Stellen wij ons dan niet al te makkelijk aan de kant van God? Nee, zei Miskotte, we mogen dat zeggen. Weet je waarom? Omdat juist ook Nazi-Duitsland het zo voorzien had op het oude bondsvolk. Het volk van God, het Joodse volk. Omdat zij hun ondergang zochten in die lange reeks van mensen vanuit de Bijbel tot op de moderne tijd. Die ook uit haat tegen een God die verkiest de strijd aanbonden. En ik zeg het nogmaals, God zij dank, is die bevrijding er gekomen en is de vrijheid er. En terugblikkend na 75 jaar komt ook wel de vraag tot ons nu. Maar hoe hebben wij die vrijheid nu ingevuld? We beseffen nauwelijks wat oorlog is. Maar beseffen we wel wat vrijheid is? Een vrijheid, het is een woord wat zoveel zo makkelijk in de mond nemen. In de politiek niet in het minst. Welke partij is er niet voor de vrijheid? Maar wat is vrijheid eigenlijk? In het licht van de Bijbel. Is het de vrijheid voor de vos om in het kippenhok tekeer te kunnen gaan? Nee. We zijn hier vanavond met allemaal prachtige muziekinstrumenten. En als we nu zouden zeggen, nou, u bent helemaal vrij. Trek je maar niks aan van alle muzikale wetten. Trek je er maar niks van aan welke combinatie van toetsen harmonie oplevert. Ga je gang maar op die instrumenten. Alles is goed. Dan zou je toch zeggen, wat een verschrikkelijk geluid als je zomaar wel willekeurige toetsen gaat aanslaan. Daar moet je toch ook in geoefend zijn. Daar moet je toch over nagedacht hebben. Daar moet je toch veel voor gedaan hebben. Dan pas kan je die vrijheid om die instrumenten te bespelen tot hun recht laten komen. Nou, zo is het eigenlijk ook in heel de samenleving. Vrijheid is niet zomaar losgaan en doen waar je zin in hebt. Vrijheid is ten diepste God dienen, medemens dienen en zo zelf ook tot je bestemming kunnen komen. Dat is wat vrijheid ten diepste inhoudt. Heer Jezus heeft het na het twistgesprek met de fariseeën, Johannes Evangelie, het 8e hoofdstuk, zo bijzonder verwoord. Ik denk dat dat een kerntekst is ook om te begrijpen waar het bij vrijheid ten diepste om te doen is. Heer Jezus zegt daar, wie de Zoon zal vrijgemaakt hebben, die zal werkelijk vrij zijn. Die zal pas echt vrij zijn. Zolang wij ook in onze samenleving, in ons persoonlijk leven, geboeid zijn door de banden van het kwaad, van zonde, zijn we niet echt vrij. Zijn we geknecht? Zijn we slaaf? Maar pas als we God dienen, beseffen we werkelijk wat vrijheid is. En wat zou het een zegen zijn als wij ook in ons Nederland weer opnieuw zo vrijheid mogen verstaan. Tot eer van God. En dan wil ik ook weer afsluiten met dat lied wat in dat carillon naar voren kwam. Uit Valerius Gedenklank. O Heer die daar des hemels tenten spreidt, maar dan het tweede couplet. Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt, vermaakt u nu vrij dat u het harte raakt. Looft God de Heer met zingen en met spelen en roept vrij uit tezaam met luider kelen, had ons de Heer, hem zij al de eer, al zo niet bijgestaan. Wij waren al lang, ons was zo bang, al in de druk vergaan. Hem alleen zij de eer. Nou, beste Kees, meneer Van der Staaij, bedankt voor deze schitterende woorden. Ik had nog een vraag aan u. In deze hele bizarre tijd merkt u dat bijvoorbeeld ook in de politiek er eigenlijk niet meer om de Bijbel heen gegaan
kan worden, zeg maar. Althans, we hadden het laatst over, er zijn best veel mensen die vragen nu ineens van, hey, maar dit is toch wel heel bijzonder dat zoiets de complete wereld plat legt. Merkt u dat in Den Haag bijvoorbeeld? Ja, ik vind het eigenlijk wat dubbel. Aan de ene kant denk ik dat voor mij en voor veel van de luisteraars zal het ook gelden dat je eigenlijk ook wel weer extra pijnlijk wordt geraakt als je in allerlei prachtige toespraken alleen maar hoort, we moeten het samen met elkaar doen. En elke verwijzing naar God en hem te dienen zo achterwege blijft. Dat is eigenlijk bij geen eerdere crisis zo het geval geweest als nu. En dan merk je dat die secularisatie ook steeds verder doorwerkt. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dat eigenlijk God steeds meer nog verzwegen wordt, er buiten wordt gelaten. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat ja, als we denken alles onder controle te hebben, dat we er wel steeds meer achter komen, ook als samenleving, dat ons soms zomaar ineens alles uit handen geslagen wordt. En wat mij ook wel opvalt, is dat als je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, heb ik ook toch iets aangehaald toen in de tijd van Goede Vrijdag, ook vanuit de Matthäus-passioon, het erbarme dich en wie zet zijn uns mit Tränen nieder, dat juist ook muziek, in combinatie met ook godsdienstige teksten, mensen nog wel ook raakt die eigenlijk zelf niks met godsdienst hebben. Ja. Die toch ook wel proeven van, hé, maar hier zit een verwijzing in naar iets wat eigenlijk verder gaat dan wij met elkaar kunnen bevatten en kunnen beheersen. Ja, maar dat is mooi dat u dan eigenlijk een dubbele rol heeft dan, hè? Als SGP-voorman, maar misschien ook nog als deskundige voor alle mensen in de Tweede Kamer om daar dingen over te kunnen vertellen. Ja, je probeert in ieder geval inderdaad ook iets vanuit ook, van ook hoe wij in geestelijk opzicht en naar te kijken, toch ook te laten doorklinken. Hè? En ook, het blijft ook steeds natuurlijk ook weer de opdracht om dat op zo'n manier te doen, dat mensen het ook nog, ja, die eigenlijk helemaal geen verstand meer ervan hebben, die helemaal geen kennis ervan hebben, daar toch nog iets van meekrijgen. Dat is natuurlijk wat je hoopt. Ja. Ja. Nou, heel fijn dat u hier was. En wie weet zien we u binnenkort wel op de achterbank, hè, bij Rutte, er iets over te vertellen. Wie weet. 2012, hè? Ja, dat staan we nog bij. Goed, ontzettend fijn dat meneer Van der Staaij hier een prachtige toespraak heeft gehouden. Wij gaan verder met een lied en dat heet Hoe groot zijt gij? En dat lied wordt gezongen door Lydia. We wensen u weer veel luisterplezier toe. Burden gladly bearing, he bled.
Dat was fantastisch mooi. Joost, wat gaan we doen? Jij bent vanavond op het programma, heb ik begrepen. Ja, dat is wat, hè. Ik heb er een week op geoefend. Want je zit er maar, je moet echt wat beter met je planning aan de slag gaan. Dus ik heb een week les gehad van Peter, hoe je moet plannen. Planningsles. En ik zou zeggen, als u moeite heeft met plannen, bel Peter. Het telefoonnummer staat zo meteen, denk ik, rechtsonder in beeld. Maar dat gaat fantastisch. Althans, het gaat iets beter bij me. We gaan de volgende liederen voor jullie spelen. We beginnen met een verzoek van Joyce en Jannie ten Hoven. Dat zijn koorleden van me. En die hebben gevraagd om het lied Glorie aan God te doen. Dus dat gaan we zo meteen voor jullie spelen. Ze hebben een bakkerij, hè? Ze hebben een bakkerij. In Oosterland? Of in Nieuwekerk? Nieuwekerk, ja. Ik weet er niet of die in Oosterland of... Daar krijgen we als bolussen van. Ja, ik krijg wel eens lekkere dingetjes, ja. Maar ik weet niet waar die bakkerij staat. Daarna gaan we voor Bram Stouten. Bram die zit op Mannenkoor Elim en die heeft Psalm 43 vers 1 en 4 aangevraagd. En die had er een verhaal bij en dat gaat over in 1941, ik lees het even voor, werd er in de oorlog een groep van 18 mannen gefusilleerd bij Scheveningen, Den Haag. Kort hiervoor zongen de mannen met z'n allen Psalm 43 vers 1 en 4. En dit maakte een enorme indruk op de Duitsers. Daarom noemde men deze psalm het lied der 18 doden. Wij zingen op Bruinisse deze psalm altijd in deze periode. Nou Bram, we zullen speciaal voor alle mensen op het eiland in ieder geval dat sowieso spelen. En daarna gaan we naar het lied Tel uw zegeningen. En dat is van Wijnand van de Wetering. De koorlid van jou of wat die... Ik weet het niet. Oh. Misschien zit hij op een bevrijdingskoor, maar dat... Ja. Dat staan er zoveel, dus die ken ik niet allemaal. Nou goed, in ieder geval Wijnand, die gaan we zeker spelen. En daarna gaan we, dan vertelt Peter wat we gaan doen, want dan ga ik ondertussen naar boven. Veel luister en kijkplezier. Thank you.
Ik was net één ding vergeten te zeggen. En ik kreeg vanochtend een bericht van de voorzitter van Mannenkoor Elim. En dat is Hans van Gurp. En Hans die neemt heel vaak een jongen mee. En zeker in deze tijd, een bevrijdingstijd, bevrijdingsdag straks, is Adriaan. En Adriaan Westraat, als ik het niet verkeerd heb, die gaat heel vaak met Hans mee. En hij is directeur van het Legermuseum in Nieuwdorp. En hij wist eigenlijk niet dat het allemaal werd uitgezonden. Dus Adriaan, ik heb begrepen dat je vanavond kijkt. Ontzettend leuk en ondanks deze tijd heel veel plezier en succes ook met je museum. We gaan door naar het volgende blokje en daar gaat Peter iets over vertellen. Ja, want Joost loopt naar het orgel toe. We gaan wisselen, bankje wisselen zoals ze dat noemen in de muziek. En Joost die speelt het Maasgouwelijke Weertorgel en ik de Vleugel. En dat zijn de volgende twee nummers. Het lied Komt nu met zang wordt ook vaker rond bevrijding gezongen. Vandaar dat dit ook op het programma staat. Ik zit even te kijken of dit een verzoeknummer is. Nee, volgens mij niet. Daarna speelt Joost op het orgel voor Nederland een lied op krachtige toon. Op verzoek van Charlotte Beyer. Dus eerst Komt nu met zang.
voor Nederland een lied op een krachtige toon. Nou, dat was een krachtige toon, dacht ik zo. We zijn alweer bij ons laatste blokje. En dat blokje is Joost op de Vleugel en ik op het synthesizer. En we spelen eerst Tristras Polka van Johann Strauss. En daarna, hoe kan het ook anders, het Wilhelmus. In deze tijd zingen we natuurlijk het Wilhelmus. Het eerste couplet mag u uw gedachten meezingen. En het zesde couplet zingt Lydia Maas met ons mee. Dus eerst Tristras Polka. Thank you.
Mijn schild en de hartelijk bedankt. Ik geef je ook even een microfoon, Joost. Dankjewel, ik was hem kwijt. Het zit erop. Ja, gaat snel hè. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Ik vond het heel mooi in deze kerk. Ja hè? Was hier, dit hebben we nog nooit gedaan hier. Nee, nee, het is echt leuk ook om te doen. Volgens mij hebben is de Dordtse Synode hier ook gehouden, dacht ik. Hè? Ja, jij bent van de geschiedenis. Ja. Ja, ik weet wel wat de Dordtse Synode is, maar jij bent van de Engels, geschiedenis, ja, maakt niet precies. Uit. Maar in ieder geval, ik vind het leuk dat ik met je mee mag doen. Ja, dat is weten. Ja, gelukkig. Nee, het is echt. En wordt vervolgd, hè? Absoluut. Ja, we willen in ieder geval alle mensen thuis bedanken voor het kijken. Dankzij Connect.nl en onze Chris van BS Audio. Ik weet niet of dat ook .nl is of .com. Maar in ieder geval, zoek het even op Google. Dan kom je waarschijnlijk. Chris Slager. Fantastisch geluid. Lydia, bedankt voor je geweldige zang. En ja, de mensen zien het nu niet met je zit op afstand, maar we hebben er echt van genoten. In het bijzonder ook Kees van der Staaij, hè? Of meneer van der Staaij, sorry, meneer van der Staaij. Ik moet, beste mensen, ik dit, sorry. Meneer van der Staaij, ontzettend bedankt voor de geweldige toespraak. En we wensen u en de hele fractie en eigenlijk heel Den Haag God zegen toe. In jullie prachtige werk. Misschien wilt u nog wat zeggen, als slot zo, tegen de mensen thuis. Ja, dat willen ze wel, denk ik. Hè? Ja, dat vinden ze wel. Ja, leuk. Zeggen. Nou, het is een programma vol verrassingen in ieder geval. Om je nog weer opnieuw het woord te geven. Nou, ik hoop dat u ook een fijne avond vond. Ik zat zelf nog te denken. Wat zo mooi beschreven staat in Psalm 78 als het gaat over de leiding van God met zijn volk Israël. Daar vind je eigenlijk ook hele mooie redenen die ook nu gelden om stil te staan bij het verleden, bij de geschiedenis van Nederland. En er staan drie dingen in het bijzonder ook in van waarom moet je nou al die verhalen ook doorvertellen? Waarom moeten we daar steeds weer op terugkomen? Er staan drie dingen dan in die psalm. Die we denk ik allemaal wel kunnen meenemen en ter harte mogen nemen. En dat is aan de ene kant Gods daden niet vergeten. Dus terugkijkend zien op wat hij ook gegeven heeft. Vrijheid als gave, maar ook als opgave. Gods daden niet vergeten, dat is het eerste. Maar ook voor nu Gods geboden bewaren, niet vergeten, in acht nemen. Dat is de boodschap voor het heden. En de boodschap voor de toekomst is opdat zij hun hoop op God zouden stellen. Ons hoop en vertrouwen niet in de politiek, niet in wat wij doen, maar ten diepste alleen onze hoop op God. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten. Nou, dan hebben we nog bedankt meneer van der Staaij voor uw mooie woorden. Joost, ja, nog iets over het volgende concert. Het is ook een bevrijdingsconcert op 5 mei. 5 mei. Ja. Hebben we weer een bevrijdingsconcert. Dat is meer verzoeknummers, hè? In Tolen. Ja, we krijgen ontzettend veel verzoeken binnen. En ik heb ook begrepen van de mensen achter de computer, zeg maar, dat er ondertussen ook verzoeken binnenkomen. Maar ja, dat zien wij niet. Het zou heel bijzonder zijn als wij op ons telefoontje zitten te kijken als we aan het spelen zijn. Dan komt er waarschijnlijk te staan van, hey, let op. Maar dus wij zien dat niet live. Dus stuur gerust een verzoek. Alleen, er komen zoveel verzoeken binnen dat dat dan op een lijst komt te staan. Maar zeker stuur gerust verzoeken.
Nou, verder wat de 5 mei betreft, het is in de Grote Kerk van Tholen. Ja, ja. Kwart voor 8 weer live uitgezonden. En ja, mensen kunnen gelukkig willen we iedereen ook bedanken, hè, voor de donaties, hè, dat we dit allemaal kunnen doen. Dat is al heel fijn dat mensen dat willen steunen. Dus mocht u willen doneren, het is niet met Tikkie, maar het is een andere link geworden. Want Tikkie, dat ging niet zo goed, begreep ik. Althans, ik heb er niet zoveel verstand van, maar het gaat in ieder geval via een link. Dus doneren mag en we hopen u weer de volgende keer te zien. Blijf gezond en een heel mooi en zegenrijk weekend toegewenst. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot kijken.